Hallo. Nou, we gaan vandaag door met het atoom. En met name gaan we kijken naar de edelgasconfiguratie. Dat heb ik jullie in het vorige filmpje uitgelegd. Elk atoom streeft naar een edelgasconfiguratie. Oftewel, elk atoom wil eigenlijk een volle buitenste schil hebben. Omdat edelgassen ook allemaal een volle buitenste schil hebben. Nou, hoe kan een atoom dat nou bereiken? Wat kan een atoom nou doen om een volle buitenste schil te krijgen? Nou, dat kan eigenlijk op drie verschillende manieren. De eerste manier is door elektronen af te staan. Nou, daar heb ik hier een voorbeeldje van neergezet. Kijk bijvoorbeeld eens naar natrium. Het neutrale natriumatoom heeft 11 protonen in de kern en heeft ook natuurlijk 11 elektronen. En hoe zijn die elektronen nou verdeeld over die schillen? 2 in de binnenste, 8 in de volgende en dan 1 in de buitenste schil. Nou ja, hij wil een volle buitenste schil hebben. Hij zou er 7 kunnen opnemen. Maar ja, je begrijpt wel, dat is natuurlijk wel heel erg lastig. Het is veel makkelijker om gewoon dit ene elektron af te staan. En als je dat ene elektron heeft afgestaan, dan bestaat die buitenste schil helemaal. Dan bestaat die laatste schil helemaal niet meer. En dan wordt dit de buitenste schil. En daar zit er dus 8 in. Dus wat doet hij? Hij gaat 1 elektron afstaan. Als je 1 elektron afstaat, dan wordt hij zelf natuurlijk een ion. Je weet, een ion is een geladen deeltje. In dit geval een geladen atoom. Hij staat 1 elektron af. En dan blijft er een lading over van plus 1. En dat schrijven we rechtsboven. En je ziet, hij heeft nu nog maar 2 schillen. Waarvan de buitenste vol is. Ja, de binnenste is natuurlijk ook vol met 2. En hij staat 1 elektron af. En daar kunnen we hier nog een klein minnetje bij schrijven. We kunnen hier nog een minnetje bij schrijven. Zo. Tweede manier is door elektronen op te nemen. Kijk eens naar het zwavelatoom. Zwavel heeft 6 elektronen in de buitenste schil. Nou, hoe kan je dat dan makkelijk zien? Dat kan je makkelijk zien in het periodiek systeem. In het periodiek systeem kan je precies zien in welke groep zwavel staat en hoeveel elektronen je dan in de buitenste schil heeft. Dat heb ik jullie de vorige keer laten zien. Nou, zwavel heeft 6 elektronen in de buitenste schil. En hij wil natuurlijk ook weer een volle buitenste schil hebben. Dus hij moet er in dit geval 2 opnemen. Nou, dat gaat hij dan gewoon doen. Hij gaat er 2 opnemen. Als hij de kans krijgt natuurlijk. Hè. En als hij er 2 opneemt, dan neemt hij 2 minnetjes op eigenlijk. Dan gaat hij over in een ion. Het wordt een geladen deeltje. En dat deeltje heeft een lading van 2 min, dat staat hier rechtsboven. En ik heb hier eventjes neergezet wat nu de elektronenverdeling is. 2 in de binnenste, dan 8 en dan ook weer 8 in de buitenschil. En dat sulfide ion heeft nu een edelgasconfiguratie. Zo'n reactie, waar haalt hij nou die elektronen vandaan? Ja, dan moet er natuurlijk wel een atoom bijkomen of een atoomgroep bijkomen die graag elektronen afstaat aan die zwavel. En dat gebeurt eigenlijk in de praktijk eigenlijk altijd als stoffen met elkaar reageren. Zal de ene stof elektronen afstaan en de andere zal elektronen opnemen. Of, en dat is de derde mogelijkheid, stoffen gaan elektronen met elkaar delen. Dus niet helemaal afstaan of helemaal opnemen, maar ze gaan elektronen delen. Kijk maar eens het volgende voorbeeld. Je ziet hier het chloratoom. En van het chloratoom heb ik nu alleen de buitenste elektronen getekend. Dus niet alle elektronen van chloor, nee alleen de 7 elektronen in de buitenste schil. Chloor heeft 7 elektronen in de buitenste schil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik heb het zo getekend in paren. Elektronen gaan altijd graag in paren zitten. Dit is een elektronenpaar, dit is een elektronenpaar en dat is ook een elektronenpaar. Dit is een neutraal atoom. Voelt zich eigenlijk nog niet lekker, want hij wil een volle buitenste schil hebben. En datzelfde geldt voor dit chloratoom ook. En wat deze twee atomen nu kunnen doen als ze bij elkaar komen, ze gaan dit elektron en dit elektron gaan ze delen. Dus deze twee elektronen worden één paar. Dit wordt een nieuw elektronenpaar. En dit elektronenpaar, dat is nu de atoombinding geworden. Zo'n elektronenpaar is dus een atoombinding. En wat we nu zien is dat elk atoom chloor in dit geval, elk atoom heeft nu een volle buitenste schil. Kijk maar eens, 2, 4, 6
En deze twee mag ik nu allebei rekenen tot dit chloratoom. Dus het heeft in totaal ook 8 elektronen in het buitenste schil. Datzelfde geldt voor dit chloratoom ook. 2, 4, 6. En nu mag ik deze twee ook weer bij deze tellen. En dan heeft dit chloratoom ook weer een edelgasconfiguratie, oftewel een volle buitenste schil. Hier is dus het molecuul Cl2 ontstaan. Ik heb hier even dit op een andere manier opgeschreven, wat hier staat. Ik heb elk die twee puntjes, een elektronenpaar, heb ik eventjes als een streepje getekend. Wat wij normaal gesproken doen natuurlijk. Eén zo'n streepje is een elektronenpaar. Ja. Nou, is dit streepje is een bindend elektronenpaar, want dit zorgt voor de binding tussen deze twee chloratomen. Het is een atoombinding. En deze elektronenparen, die allemaal in het buitenste schil van chloor zitten, hè, dat zijn niet bindende elektronenparen. En let goed op, hè, al die elektronen waar we nu over spreken, zijn allemaal elektronen in de buitenste schillen. Dus de elektronen in het binnenste schil doen helemaal niet mee. Wij noemen dit een elektronenformule. En dat is anders dan een structuurformule. Moet je eens kijken. Dit is een structuurformule. Zo zijn we eigenlijk gewend om formules op te schrijven. Wij schrijven eigenlijk altijd alleen de bindende elektronenparen op. En die niet bindende elektronenparen, die schrijven we meestal er niet bij. Maar het lijkt wel op het verschil. Dit is een structuurformule die wij normaal gesproken gebruiken. En dit is dan een elektronenformule waar dus ook de niet bindende elektronenparen in zitten. Ik heb er even een voorbeeldje gedaan. Dit is het normale. Ik ga even omhoog. Dan kan je dat even wat beter zien. Zo. Je ziet, dit zijn die niet bindende elektronenparen. Ik heb hier een gewone structuurformule opgetekend. Zo. Hier zijn allemaal bindende elektronenparen, zie je hier. Maar dit is een elektronenformule, want hier zie je ook de niet bindende elektronenparen bij zuurstof getekend. Hoe je elektronenformules moet maken, nou, daar kom ik later op terug in een ander filmpje. En dan gaan we leren ook van wat moeilijke moleculen elektronenformules te maken. Dit was het wat betreft de edelgasconfiguratie. Tot de volgende keer.